De eerstejaarsstudenten van het NATIN te Lelydorp geven het Koffiejompoplein een facelift. Dat doen ze in het kader van hun vormingsweek. Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft het startsein van de werkzaamheden gegeven. Met dit project geven de studenten terug aan de gemeenschap. Het NATIN heeft DC Audrey Hankers van Wanica Zuidoost benaderd om de speeltuin en de groene strook van het Koffiejompoplein een facelift te geven. De DC was heel ingenomen met dit project omdat deze plek het visitekaartje is van Lelydorp. Dit alles heeft meer waarde voor het district en werkt zeer motiverend naar elkaar toe. De jongeren leren samenwerken en dit is goed voor de vorming van de jeugd, zegt DC Hankers.